Het is tijd voor de action. Yeah. Hey hey, leuk dat je bekijkt naar een nieuwe video. In deze video gaan we het hebben over de QSS Retro Gamer met 240 ingebouwde games. Tot mijn verbazing eigenlijk dat ik dacht van hey, denk, hebben ze nou QSS? Dat is eigenlijk het merk wat we altijd hadden met de Bluetooth speakers. Zij zijn nu in één keer overgestapt naar het importeren of het maken van handhelds. We hebben nu best wel verschillende hier op de channel gereviewd. Ook van het Kruidvat, Hema en dat soort dergelijke. En ik wil gewoon kijken wat we gaan krijgen als het gaat om deze games. En is het de moeite waard om zoiets nog te kopen? De kwaliteit van het doosje ziet er best wel tof uit. En hij kwam namelijk ook in veel verschillende kleuren. Daar heb ik wel zoiets van de groene en dan die andere kleur vond ik wel leuk, maar toch... Deze grijze kleur geeft een beetje het nostalgisch gevoel van de Game Boy tijd waar ik zelf mee opgegroeid ben. Het eerste wat me opvalt is dat er eigenlijk een bepaald soort games op staan dat ik al eens eerder heb gezien in andere apparaten die ik heb gereviewd op de channels. Dan heb ik hier inderdaad diverse soorten categorieën, dus dat vind ik al heel fijn dat ze dat hebben gedaan, dat we niet één grote gigantische lijst hebben, althans dat mag ik hopen. Voor de rest wat je ziet hebben we 45 action games, 17 racing, 80 puzzle, 67 shooting, 18 sport en 13 fighting games. Maar hier staat inderdaad, ze zijn pre-install 240 stuks. Ze staan er al op en het zijn allemaal 8-bit spelletjes. Maar laten we samen eventjes uitpakken, kijken wat we gaan krijgen in de verpakking zelf. Dan hebben we in ieder geval de handleiding. Dus eventjes kijken wat er een beetje in staat. Ik denk gewoon algemene handleiding van wat je ermee kunt en hoe het allemaal werkt. Voor de rest staat er niet echt veel informatie in over het scherm zoals ik hier zie. We hebben wel de CPU, dat vind ik dan wel een grappig iets eigenlijk. Hier hebben we dan de CPU, is een F803, zeg maar persoonlijk helemaal niks. Hij heeft 128 GB ingebouwde geheugen. Dus dat betreft, hij staat allemaal in verschillende soorten talen. Maar voor de rest staat er eigenlijk niet veel boeiends in. Helaas niet veel informatie over het scherm. Dat had ik al graag gewillen. Nou ja, de eerste indruk is op zich dat hij best wel zwaar weegt voor een handheld waar in principe nog geen batterijen zitten. Maar laten we even het stukje plastic hier afhalen. Hebben ze op zich wel leuk gedaan. Het is leuk voor de demonstratie in de doos. Of demonstratie. Het een beetje het retro gevoel. Alles beter dan gewoon een zwart schermpje. Dus dat hebben ze in principe wel gedaan. Gewoon voor de looks is het zeker wel leuk. Maar laten we eens even verwijderen. Het is gewoon een stickertje. Nou, aan de voorkant krijgen jullie wel een soort beschermplastic voor het schermpje. Maar ik kan je wel vertellen, dit is heel dun. Ik weet niet of je dat kan zien, maar ik ken hem zelfs indrukken. En dit is absoluut gewoon waardeloos. Want als je hebt heel snel dat het gaat krassen. Voor de rest hebben we in ieder geval de D-pad. De D-pad zelf ja, voelt niet echt heel geweldig aan. Hij voelt wel iets anders aan dan de vorige versie die ik heb gereviewd van het Kruidvat. We hebben dan in principe hier de reset en start. En de A en B. Ook de A en B zitten soms wel eens op andere posities. Speakertje aan de voorkant. Volumeregeling, aan- en uitschakelaar. En voor de rest hebben wij niet veel bijzonders. Het grappige is eigenlijk wel dat de behuizing is eventueel beschikbaar in een andere variant. We hebben een micro-USB en we hebben zelfs een jack-out. Vaak wat ze doen met de jack-out is dat je dan een soort TV-out functie hebt. En dat we hem eventueel met een ingebouwde batterij hebben. Dus deze shells gebruiken ze gewoon voor meerdere soorten. Ik denk dat gewoon de fabrikant ze zelf bestelt. Dus eventjes kijken wat voor informatie op de achterkant staat. Dus volgens mij is dit de importeur, als ik het goed zeg, of het bedrijf Karsten International. Nou, hier hebben we dan Retro Gamer, is gewoon hoe het apparaat heet. Artikelnummertje erop. En dan hebben we hier de locatie van het bedrijf. En uiteraard, hij is made in China. Zo te zien hebben we 4 AAA batterijen nodig. Laten we deze eens eventjes erin doen. Uiteraard, we moeten weer het klepje verwijderen met een kruiskop. Ik vind het super vervelend als ze het doen, maar ja, het is niet anders. Zo, laten we eventjes de batterijen erin doen. Ik vind het gewoon super fijn dat we altijd eerst open moeten schroeven en dan kunnen we hem openmaken. Wat ik wel grappig vind dat we aan de binnenkant inderdaad wel de optie hebben volgens mij dat er een lithium batterijtje in kan. De BL57 goed herinner. Die Chinezen gebruiken het altijd. Het is een ouderwetse Nokia batterij. Die gebruiken ze vaak in verband met het natuurlijk makkelijk is om te produceren. Maar ja, dat is wel ideaal, want dan hoef je die takkenbatterij niet elke keer erin te doen. Kost ook geen geld. Ah, het schroefje is eruit. Dus we kunnen even kijken hoe het die sluit. Ja, oké. Okay. Mensen hebben kunnen blij zijn met dat schroefje, want er zit een mechanisme in, maar het werkt van geen kanten. Oké, okay, nou, dat is dus duidelijk. Dat schroefje is dus noodzaak. Het is bij de ene wel, de andere niet. Ligt er een beetje aan welk model het is. Nou, we zullen hem dichtschroeven en dan zullen we hem eens eventjes aanzetten. Eens eventjes kijken wat kijken. Ha! Oh, oké, okay, dit muziekje ken ik nog dromen, want dit heb ik echt vaak gehoord bij die Chinese. Dat zijn NES Minis en al die andere shit die je kon kopen destijds. Inderdaad, we hebben Action, Fighting, Sport, Shoot, Racing en de Puzzle Games. Nou, ik moet zeggen, de D-pad is echt verschrikkelijk om het heen en weer te gaan. Het is echt gewoon, je moet hem heel diep indrukken voordat hij überhaupt gewoon contact maakt.
En het nadeel van dit is dat eigenlijk als je hem indrukt, dan druk je eigenlijk gewoon op de shell zelf. Dat wat probleem had ik bij die volgende van het kruidvat ook. Dat vind ik echt super oncomfortabel. Ik vind het super vervelend. Heel oncomfortabel. Ja, weet je, met de games, het is allemaal gewoon simpel. Het zijn allemaal soorten, ja, ik wil zeggen homebrew games of niet echt heel veel bijzonders. Dus eventjes kijken hier op de andere lijst. Soms vinden we wel eens dat ze bepaalde games hebben, zeg maar, gekopieerd en dan in principe gewoon een andere skin hebben gegeven. Maar ik zie heel veel hetzelfde meuk. Bijvoorbeeld bij Racing zal UFO er ook al op staan. Boat Race. Gradius Game staat erop. Panzer Fly Car. Gepanzerde vliegende auto. Ja, ja, oké. Okay. En The Risker. Like, de namen alleen al zijn gewoon freaking grappig. Nou, dat is even Gradius. Dat is overduidelijk een rip-off. Dit is dan wel een van de betere games. Yo, bok nou eens op. Geef me power-up. Ik mis wel een turbo-button, want soms hebben we wel eens extra buttons op. Vind ik altijd wel fijn. Ah, en ik ben gesloopt. Maar druk op het knopje, gaat hij weer terug naar het menu. Druk je nog een keer, gaat hij helemaal terug naar het menu zelf. Dus je moet soms wel meerdere malen drukken, wil je naar zeg maar, het hoofdmenu gaan. Puzzle game. Puppet Show. Ah, hij ook echt zo, Puppet Show. Oké. Okay. Wat is dit nou weer, jongens? Ja, oké. Okay. Er staan echt spellen op dat ik denk van, dat gaan we toch niet spelen. Dat is toch echt geen zak aan. Golden Bird. Echt de meest rare shit staat erop. Ja, oké. Okay. Ik wil het niet eens proberen. Dus ja, er staan echt inderdaad wel rare games op. Pizza Boy is een bekende van me. Die ken ik wel. Die staan vaak op die Famicons die je op AliExpress koopt. Of die rare varianten. Dan moet ik wel zeggen, het speakertje wat erin zit gaat best wel hard. Ik wil niet alle games gaan proberen, maar laten we eens even Power Robot proberen. Kijken wat het is, of dat het überhaupt wat is. Oké, okay, nou dan moet je dus bouncen. Je kan niet naar links of rechts. Je moet echt naar platformpjes springen. Op zich wel geinig. Alleen het vervelende is dat je inderdaad wel het volgende platformpje moet pakken. En je moet echt precies timen. Oh, als je in de lucht bent, dan kan je wel een beetje bijsturen, denk ik. Oh ja, als je naar beneden zak, kan je dat. Nou, op zich is het wel een geinig spelletje. Dat is wel uitdagend dit om dit te doen. Lekker frustrerend. Laten we even kijken wat we allemaal nog meer hebben. Ja, voor de rest, het is ja, fighting game bijvoorbeeld, dacht ik wel bij mezelf. We kunnen misschien iets heel gaafs vinden, maar het is eigenlijk allemaal niet veel bijzonders. Spar heb ik wel eens geprobeerd op die van het kruidvat. Hij just punch him in the face. Maar ik heb hem ook klaar. Dan val je al bijna neer. Nou ja, dus dit is eigenlijk een beetje het soort games wat we kunnen gaan vinden op deze handheld. En het is vrijwel hetzelfde wat ik bij het kruidvat variant ook heb gezien. Maar ook, begrijp me niet verkeerd, je hebt heel veel varianten van het kruidvat. En ook daar heb ik weer verschillen in als het gaat om kwaliteit. En ook als het gaat om de gamekwaliteit in het algemeen. Het schermpje wat we gaan krijgen is eigenlijk wel basic. Ik zal het licht even uit doen. Zo, dat is beter om te zien. Kijk, en op zich, het is vergelijkbaar met die goede kopen dingen van AliExpress die dan 15 euro kosten. Kijk, in principe de view angles was mooi. Nee, de kijkhoek is gewoon, moi, niet bijzonder. Maar het is wel niet, zeg maar, een van de slechte schermen die ik heb gezien. Dus op zich, het schermpje, ik ken ermee door. Nou, wat ook leuk is, is om dingen uit elkaar te trekken. Dat is iets waar ik altijd heel erg leuk vind, om te kijken wat er in de binnenkant allemaal zit. Dus dat is één dingetje wat ik eventjes wil doen. Daar komt hij. Zo, alle batterijen eruit. Nou, laten we eens even openschroeven. Voor de rest ben ik wel eens benieuwd of je dit soort dingen kan repareren. Nou moet ik wel bij vertellen dat het wel even in een wegwerpmaatschappij af en toe. Dan denk ik van ja jongens, dan is het ook gewoon van repareren doen we niet meer. Al vind ik het wel leuk om te kijken wat aan de binnenkant zit. Soms hebben ze wel eens de LCD schermpjes met een ribbon cable. Die zou je in principe kunnen vervangen. Voor de rest, ja, het stelt niet heel veel voor. Ik ben ook wel benieuwd hoe de levensduur van dit soort dingen zijn. Want ja, ze zijn allemaal vrij, nog maar net op de markt. Ik ben benieuwd of dat er mensen zijn die deze dingen al jaren hebben. Als het dan om een andere versie gaat. Kijk, dan kunnen we even kijken. Voorzichtig openmaken. Als een boek moeten we hem openvouwen. Want die kabeltjes zijn vrij vaak fragiel en kort. Nou, de constructie is wel iets anders. En de reden waarom ik zeg iets anders. De vorige keer heb ik er eentje van het kruidvat opgemaakt. Die had geen condensator in zitten. Dat heeft deze dan wel.
Dan heb je hier de grote printplaat. En aan de andere kant hebben we inderdaad hier de twee kabeltjes die naar het batterijcomponent gaan. Die gaan naar het moederbordje toe. Hier hebben we de speaker. De speaker zelf is een 0,25 watt 8 ohm. Dat is ook hetzelfde als de vorige versie. Maar laten we in ieder geval dit er even afhalen. En eens eventjes verder uit elkaar halen. Wat we allemaal nog meer gaan krijgen. Want ik ben wel heel erg benieuwd. Weet je wat het leukste is? Die dingen er in elkaar zetten. Dat is nog de grootste uitdaging. Kijk, kunnen we voorzichtig eruit luppen. En dit is dan hetgene wat we gaan krijgen. Kijk wat ik het spiekertje eruit krijg. Nee, die zit helemaal vast. Ja, moet niet aan de kabels te veel trekken, want dat is heel fragiel. Precies, je ziet, zit het membraanrubbertje zit rechtstreeks op het moederbordje. Ze gebruiken gewoon de goedkope membraanplasticjes die we al eens eerder hebben gezien. Maar laten we even een kijkje gaan nemen naar het moederbord, wat we hiermee gaan krijgen. Waar ik ook benieuwd naar ben, is bijvoorbeeld staat er een bouwjaar op, wanneer zijn die dingen geproduceerd. We zien hier alleen een type nummer, de WL02-1804, maar dat is volgens mij niet echt een bouwjaar. Nou, deze zou je eventueel kunnen vervangen, zoals je ziet, de ribbon cable heeft inderdaad gewoon normale aansluiting. Soms is de ribbon cable rechtstreeks op het moederbord gesoldeerd. Dan krijgen we hier de chip, twee ondersteuners voor het LCD en dan hebben we de chip, de black blob zoals we noemen. Voor de rest, de chip zelf zegt me niet veel wat het eigenlijk precies is. Deze wat wel opstaat is 09, dus in die maand dat de chip die ze gebruiken heel oud is. Voor de rest staat er geen constructie of bouwjaar op voor de rest. Ja, heel apart. Maar laten we hem eventjes terug in elkaar zetten en laten we eens even praten wat we er uiteindelijk van vinden. Het is zeker wel een geinig stukje hardware. 240 games veel, maar er staat echt wel heel veel troep tussen. Het is ook een beetje meer van hetzelfde, begint het nu te lijken. Dat ook andere fabrikanten, of in ieder geval andere winkels verkopen van andere fabrikanten. Of misschien wel één fabriek die het allemaal maakt. Ja, kortom, het zijn allemaal veel van dezelfde games. Vind ik wel jammer. Ik heb in het verleden wel eens bijvoorbeeld mini-arcades van AliExpress gekocht. En die hadden best wel leuke soort 16-bit games op staan. Die grafisch gezien misschien op zo'n ding ook wel kunnen draaien. Wat ook veel toffer zou zijn. Nogmaals, de besturing vond ik niet heel geweldig. De D-pad vind ik echt verschrikkelijk. Laat me weten wat jij hiervan vindt. Ik wil je even bedanken voor het kijken. Vergeet zeker niet te abonneren. Druk op het belletje, want dan zie ik jou weer de volgende keer.